Nou, uiteindelijk om ook te zorgen dat deze aarde gewoon mooi en goed blijft, is het natuurlijk nodig om heel erg veel, om uiteindelijk CO2 te besparen. En dat doen we al, ook als BOWEX, veel in onze bestaande woningen, energiebesparing. Maar het is ook heel erg nodig dat we dat doen ook in de bouw. In plaats van het steeds weer gebruiken van nieuwe materialen die heel veel CO2 kosten, hergebruiken van materialen, dat is volgens mij de toekomst. Dat is ook het leuke van circulariteit. Het is ook echt puzzelen. Hè? Het is kijken van nou, wat is er nu en wat kun je gebruiken. Nou, hier staan we dan nog bij het skelet van het gebouw die klaar staat voor constructieve sloop. Want we hebben het net gehad over producthergebruik, maar hier komt nog een stukje materiaal hergebruiken. We gaan dit beton verkleinen naar een betongranulaat, schoon betongranulaat. En deze willen we terug gaan brengen naar de betonfabrieken. En die zullen dit gaan gebruiken als grindvervanger in de beton. Nou, hier zien we dus een van de betonpanelen. Het zijn er wel meer dan 700 inmiddels die we hebben afgehezen. En samen met Erghard Architect zijn we een vormenboek aan het creëren. En dat vormenboek zorgt ervoor dat straks de nieuwbouwaannemer precies weet welk nummer hij op welke plek weer gaat toepassen. Ze zochten mensen, of eigenlijk beter gezegd partijen, die iets wilden gaan doen op het gebied van circulariteit. Dat was een jaar of vijf geleden was dat nog een term die niet heel veel in de mond lag, inmiddels wat meer, gelukkig. En wij hebben ons daarvoor opgegeven omdat we dachten, nou, er staat een enorm gebouw met enorm veel materialen. Als we het gaan slopen op de manier zoals we vaker doen, of gewend zijn te doen, dan gaat het allemaal weg. Wordt het allemaal vernietigd, wat ook weer energie kost. Dus we dachten, nou, volgens mij zit hier wel wat we kunnen hergebruiken. Dat maakt ook zeg maar, de overgang van iets ouds naar nieuws iets mooi, omdat je dan toch iets van een herinnering hebt aan wat er vroeger stond. Zo'n proces wat hier gebeurt, dat doen we niet alleen. Dat begint natuurlijk met een opdrachtgever die ambitie toont en ambitie vasthoudt. Bereid is om traditionele bouw eigenlijk los te laten en verder te gaan. En wat nog wel een leuk detail is, hier zien we de regels die tussen de panelen zitten. Die zijn ook hergebruikt, want die komen hier uit de kelderboxen. Dus zijn ook hier weer kort gezaagd en benut eigenlijk om het opslag mogelijk te maken.